Jawel, niemand minder dan Henk Krol. Henk, welkom. Voor de mensen die, als er nog mensen zijn die niet weten wie Henk Krol is, in twee zinnen. Nou, ik ben geboren in Tilburg, boven de toenmalige Chicago bioscoop. En ja, Roze Maandag is toch voor mij een beetje mijn kindje. Het is ooit geboren uit een idee van de Gaykrant. Ja, je hebt in de politiek gezeten. Dat is de afgelopen, dat is nu over. Nou, daarover begint, kan ik wel iets. Ja, iets als je wat ouder wordt, weet je dat niet meer. Dan weet je dat niet meer. En je hebt in de journalistiek gezeten. En ik ga het zelf maar even doen. En je bent de grondlegger van de Gaykrant geweest. Klopt. Dat was in 1863 of zo, dat de Gaykrant. Wij zijn begonnen in 1979. Nou, dat is ongeveer toch, Mark? Je zat in de buurt. Heel lang geleden. En dat was toen heel bijzonder. Ja. Dat was toen heel bijzonder. En het was toen ook heel hard nodig. En ik ben bang dat het tegenwoordig weer een beetje nodig is. Ja, bestaat de Gaykrant nog? Want ik zit... Digitaal, maar niet meer in druk. Nee. Wij gaan het hebben vandaag, dat is het thema van deze uitzending, over Roze Maandag. Ik heb geen idee hoeveel mensen er in de stad zijn, maar ik hoorde de kermiswethouder... Heel veel, de treinen zitten vol. Ja, maar de kermiswethouder zei die nou dat er 200.000 mensen in de stad komen? Dat kan toch helaas niet? Normaal gesproken wel. Volgens mij is de drukste editie meer dan 300.000 geweest. Zo. Nou, als je de treinen zag, dan geloof ik het graag, hoor. Ja? Het is echt allemaal mensen in roze shirtjes. Ja. Je kon nergens meer zitten. Ja. Ja. Mark, ik ga jou interviewen, maar eigenlijk moeten we elkaar niet interviewen. Oké, ik ben heel benieuwd. Alles kan, hè, Luc? Ja, alles kan mag hier. We hebben net even voor zitten praten en we die Roze Maandag. Mm-hmm. Laten we eerst even naar Henk de geschiedenis. Henk, neem ons even mee naar de geschiedenis. Want die was er zomaar ineens, die Roze Maandag. Nou, zomaar was die er niet, maar hij is wel heel gek ontstaan. Ik geloof dat het 1989 was. Als iemand me verbetert, hoor ik het graag. Maar in 1989, in die tijd, verzorgde de redactie van de Gaykrant nog twee teletextpagina's voor de NOS. Op de ene pagina een nieuwsbericht en op de andere pagina een tip waar je naartoe zou kunnen gaan. Maar in de zomer waren er niet altijd tips. En mijn redactieleden wisten dat ik die maandag op het terras zou zitten, op het balkon van mijn ouders. En mijn ouders hadden een appartement aan de rand van het kermisterrein, met uitzicht op het nostalgisch kermisterrein bij het gemeentehuis. Mm-hmm. En op een gegeven moment kreeg ik 's avonds, terwijl ik daar op het balkon zat, een telefoontje van Emiel Bootsma, een van de redacteuren van de Gaykrant. En die zei, zie je iets anders dan andere jaren? Ik zei, nee, het is hartstikke gezellig, maar wat moet ik zien dan? Hij zei, heb je al gekeken op onze teletextpagina's? Nee. Dus toen zetten we de tv aan op pagina 418 en we keken wat daar te zien was. En toen zag ik dat daar een mededeling was. Vanavond roze bijeenkomst op het terrein van de nostalgische kermis in Tilburg. Bijeenkomst. En toen dacht ik, oh jongens, wat hebben ze nou toch gemaakt? Maar ja, toen vond ik het nodig om naar beneden toe te gaan, om te kijken of er ook iets van merkbaar was. En dat is natuurlijk wel de kracht, zeker toen, van Teletext en de NOS. Ja. Dat er waren een aantal mensen die schoten mij aan. Die zeiden van, maar wat is er dan te doen? Ja. Ik zei, nou jongens, het is een grapje, er is helemaal niks te doen. En toen hebben we op het terras gezeten van de toenmalige Popcorn. En toen zeiden een aantal mensen, ja, maar er komen echt mensen op af. Dus misschien is er ook echt wel behoefte aan. Ja. Toen was er een Tilburger, Willem Grem, die zei van, dan moet je volgend jaar het opnieuw organiseren, maar dan echt goed aanpakken. En ik ken al een naam die geschikt is. Willem Grem had een Duitse achtergrond, dus die zei, dan moet je het Rosermontag noemen. Ik zei van, ik vind de naam goed, maar dan liever in het Nederlands, doe het maar gewoon Roze Maandag. Ja. En toen hebben we, het jaar erop, hebben we dus de eerste echte Roze Maandag georganiseerd, samen met de uitbaters van de Popcorn. En dat werd meteen een succes. Ja. Zeker toen daarna ook kroegen uit heel Nederland aanhaakten. En wij ieder jaar opnieuw probeerden er iets speciaals van te maken. Het is zonder grap geen Roze Maandag eigenlijk. Nee, maar dat is, de Gaykrant is als een grap ontstaan. Ik ben waarschijnlijk ook als een grap ontstaan. Dus het hoort gewoon bij me. Maar, en dat zijn de leukste dingen. Het moet spontaan ontstaan. Dat betekent wel dat als je even de twee coronajaren weghaalt, dat dit de 30ste verjaardag zou moeten zijn voor Roze Maandag. Ja dat klopt. Ja. Gefeliciteerd, ja. Henk. Ja, dat klopt. Ja. En ik vind het leuk, want ik weet dat mijn grootouders, die hebben elkaar ontmoet op de kermis in Oosterwijk. Ja. En die vonden het leuk om ons als kind ieder jaar mee te nemen naar de kermis. Maar dan had je toch altijd een beetje het idee, het is wel een heel erg macho gebeuren. Ik vind het leuk. Ik hou van die sfeer. Ik hou van die geur. Ik zal ook nooit vergeten, destijds bij de kermis rook je altijd de geur van de lindenbomen. Oh ja. Want die kwamen dan in bloei te staan. Ja, die kwamen in bloei.
De geur van lindenbomen is voor mij bijna synoniem met de sfeer van gemixt met de geur van oliebollen en dat soort dingen. Ja, angstzweet van mensen die op hoge dingen zaten. Ja. Dus ik vond dat leuk. En ja, toen het eenmaal ging aanslaan, was alleen het grote probleem van hoe zorg je dat je die publiciteit in orde kan brengen. Uh-huh. En dat er steeds weer meer mensen naar die Roze Maandag toe gaan. Ja, maar het is bizar hoe groot het nu is. Want ik kom uit Zeeland, hè. Ik ben import Tilburger, zeggen ze ook wel. Ja. Zijn ook goede mensen, hoor. Ja, dankjewel, dankjewel. Die moeten er ook zijn. Dank je. Ik ben er graag. Ik hoor het ook graag. Maar er zijn echt mensen uit mijn omgeving in Zeeland die allemaal naar Roze Maandag naar Tilburg gaan. Er zijn echt veel. Dus echt. En dat zijn niet allemaal mensen die of homo zijn. Nee. Die gaan gewoon voor de gezelligheid. Voor de gezelligheid. Voor het feest. Of zou het ook... zouden die mensen gaan die dan alleen voor het feest? Of ook misschien om iets te laten zien? Van, we willen ik denk dat het erbij komt kijken sowieso. Ja. Ik zie zoveel mensen die met kinderen naar Roze Maandag komen om gezamenlijk met de mensen die dan specifiek voor het homo-element komen feest te vieren, dat ik dit zo uniek vind. Ooit ben ik geïnterviewd in de New Yorker, toch een vooraanstaand blad in Amerika. Ja. En toen zei ik, dit is eigenlijk het enige geïntegreerde feest waar homo's en hetero's welkom zijn en waar we samen een feestje maken. Dat vind ik het bijzondere. Kijk, in Amsterdam over een week hebben we de Canal Parade. Ja. En daar staan hetero's aan de kant te kijken of er misschien een blote kont voorbij komt. Dat vind ik toch iets anders dan wat hier in Tilburg gebeurt. Ja. Waar we samen een feestje vieren. Waar je met je kinderen naartoe gaat. En waar je aan kinderen al kunt leren. Joh, hoe je ook in elkaar zit. Wij zijn ouders. Wij accepteren iedereen. Dat vind ik echt het leuke van de Roze Maandag. Ja. Jij zei net even in een tussenzinnetje. Dat zei je voordat we begonnen ook. Je vond toen dat de kermis een beetje een macho evenement was. Wat bedoel je daarmee? Kermis werd heel vaak 's avonds gevochten. Ja. Er waren jongens die ruzies maakten om een meisje wat ze wilden versieren. Ja. En ik had als kind heel vaak zoiets van die sfeer, die kermisattracties, die kleuren, die geuren, dat vond ik fantastisch. Mm-hmm. Maar dat macho gebeuren, wat er ook bij hoorde, dat sprak me niet zo aan. Meisjes versieren en nee, dat is me nooit zo erg goed over. Nee, dat is ook maar goed ook. Maar stel je voor. Maar ik bedoel, ik snap wat je bedoelt. Ik kom uit een dorp en het was... Ja, het was ook een hormonenfestival van jongetjes en meisjes. Die, als je een meisje in de rups kreeg, dat was ongeveer het hoogst haalbare. Wat heb je met de rups? Waarbij dan de jongens... Dan gaat het doek dicht. Dat is waarbij het leuke. Dan kun je waarbij je partner zoenen. Loet, die heeft het waarbij al de hele jongens dan allemaal die kwast zijn. Terwijl die meisjes die wilden zoenen, maar die jongens waren alleen die kwast. Ja, dat was ja, ik heb jou niet. Volgens mij hebben wij een reportage gemaakt vandaag bij toen de roze Henk, trein... ben jij met de trein gekomen toevallig? Ja, en bij mij ook in de trein. Het zat bommetje vol. En het leuke was, je kon aan de kleding van de mensen zien. Ze waren onderweg naar Roze Maandag. En kennen ze jou dan, Henk? Herkennen ze jou? Eigenlijk moet je daar gewoon staan van, jongens, de grote organisator hier. Ja, maar dat is... Dat moet je nooit over jezelf zeggen. Nee, dat is ook zo. Dat moeten anderen over jezelf. Sinds jaren reed er inderdaad weer de Roze Maandag Express uit Rotterdam via een aantal stations naar Tilburg. 250 drag queens, andere gasten en prijswinnaars zaten in die trein, hoorde ik. Hey, in het begin, Henk, was het niet zo dat er ook heel veel mannen waren die verkleed waren als vrouwen en die daarmee liepen, of wel? Nou, het is vrij snel ontstaan en dat hebben we te danken aan Manfred Lange, de baas van de IT in Amsterdam. Mm-hmm. Ik bedoel, Roze Maandag is natuurlijk populair geworden doordat de gaykrant overal werd uitgedeeld in homokroegen, homosauna's. Mm-hmm. En een van de eerste kroegbazen die daarop inhaakte was Manfred Langer. En die besloot om met een bus vol travestieten uit Amsterdam naar Tilburg toe te komen. Nou, dat had dan weer tot gevolg dat aandacht trok van de media. Want ja, media wil natuurlijk wel iets laten zien. Ja. Als het allemaal saai is, dan is het niet leuk. En dat was een geweldig iets dat die travestieten allemaal naar Tilburg kwamen. En van het een kwam dan het ander. Het leuke is overigens ook dat die Roze Maandag was de stilste dag van de kermis. Toen het nog geen Roze Maandag was. Ja. Maandag was absoluut de slechtste dag van de hele week. En vanaf de Roze Maandag, elke avond kwam het in het NOS-journaal, kwam het bij RTL. Ja. En dat had tot gevolg dat heel veel mensen dachten, oh ja, we kunnen vanavond nog gaan. Maar die kermis staat er tot het komend weekend. Dus ook de dagen na Roze Maandag werden door Roze Maandag ineens een stuk drukker. Het was eigenlijk gewoon een ongewilde marketinginstrument voor de kermis, toch? Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar ik denk ook wel een dag waar wel
uiteindelijk over na is gedacht. Het kreeg al heel snel een functie. Ja. En waar ik dan wel benieuwd naar ben, als je het hebt van de drag queens kwamen. Eigenlijk werd het net ook al een beetje aangekondigd van die trein zat vol met drag queens. Hoe zou je omschrijven dat dat verschilt van hoe mensen bijvoorbeeld in Amsterdam aan de kade naar die blote kont staan te kijken? Ja, het is een fest waar je geen afstand tot elkaar hebt. En dat vind ik ook heel bijzonder. Ik zag het vandaag weer. Mensen van allerlei kleur. Mensen van allerlei oorspronkelijke nationaliteiten. Ze komen allemaal hier naartoe. Mm-hmm. En dat heb je bij heel veel andere feesten niet. Zelfs op Koninginnedag of Dodenherdenking, dan kijk ik wel eens rond en dan denk ik, nou, ik zie toch relatief heel weinig mensen die niet Nederlands zijn. Zeker, ja. En dat heb je bij Roze Maandag wel. Iedereen komt erop af. Iedereen komt om te kijken en om dingen te laten zien. Dat vind ik wel het hele bijzondere karakter van Roze Maandag. Waarom ik er ook zo trots op ben. Ja, snap ik. Ja. En als je specifiek hebt over die rol van de drag queens. Dat trekt dus publiek aan. Wat is dan hun functie? Hoe zou je dat omschrijven? Wat voor functie hebben zij gehad? Omdat het dus vrij vroeg in het bestaan, dus bijdroeg aan de populariteit. Nou, dat is precies wat Loet zegt. Het heeft ervoor gezorgd dat het niet alleen nationaal, maar zelfs internationaal aandacht kreeg. Mm-hmm. Want ook vanuit België, vanuit Duitsland komen steeds meer mensen hier naartoe kijken. Ik vertelde net al, ik ben ooit zelfs door de New Yorker geïnterviewd over Roze Maandag. Nou, hoeveel feesten uit Nederland halen de pers in Amerika, ja, de boeren nu dankzij Trump, heb ik begrepen. Maar het is toch eigenlijk heel bijzonder. Ik zou meteen stoppen als ik boer was. Ja. Als je zo'n supporter krijgt, dan houd er maar mee op. Dan, nou, daar ben ik er ook wel blij mee. Ja. Hey, en het is een feest. Je ziet vrolijke gezichten. Heel veel vrolijk op dit filmpje. En ook super gemonteerd. Ik weet niet wie het gemaakt heeft van onze JP hier. Jullie JP daar. Complimenten. Heel mooi. Ja, mooi. Maar het is niet altijd feest in homo, lesbo en alle andere kringen. En de laatste tijd. Dat is een signaal wat je ook krijgt. Dat we ja, we hoorden het ook al in de instart inderdaad. Ja. Van de agressie die komt weer op, speelt weer op. Jij zei het net ook in het begin van het gesprek met Loet. Dat de gay krant weer nodig is aankomende tijd, dacht je? Ja. Nou ja, er is een gekke golfbeweging. Hè? Toen wij begonnen destijds, en toen de gaykrant populair werd, hadden we heel veel tegenwerking. Ik weet nog dat toenmalig burgemeester Broks er echt alles aan gedaan heeft om het de kop in te drukken. Want dat vond hij geen visitekaartje voor Tilburg. Oh ja? Daarna werd het steeds populairder en populairder. En toen dachten we, we zijn er wel. En de laatste tijd zie je dat er toch weer steeds meer weerstand komt. En dat het toch voor een aantal mensen moeilijker wordt. Jij vertelde ook net bij de inleiding dat je durft niet eens meer hand in hand te lopen met je vriend. Maar je hebt het nooit gedaan. Jij hebt dat nooit gedaan omdat je dat gewoon daar niet het risico wil lopen dat je... Ja, nou, sowieso ben ik niet zo van de PDA, de Public Display of Affection. Okay, maar daarnaast ook wel dat je... Ik voel me daar niet veilig genoeg voor. Tak, de PDA, dat PDA? Is een mooi woord, ja. Mooie afkorting, hè? Ja. Ja, die ken ik nog niet. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ouders moeten zich beseffen dat die homo-emancipatie nooit af is. En dat moet je aan je kinderen leren. Als jij Joods bent, heb je waarschijnlijk Joodse ouders. Als jij een donkere huidskleur hebt, dan heb je waarschijnlijk ouders die ook een donkere huidskleur hebben. Alle minderheidsgroepen leren hun weerbaarheid, leren hoe ze ermee moeten omgaan, mm-hmm, dankzij hun ouders. Maar dat homoseksuele kind of dat lesbische kind heeft over het algemeen heteroseksuele ouders. Ja. En die hebben allemaal die periode meegemaakt waarin het allemaal kon, waarin het normaal werd. Ja. En die hebben zoiets gehad van, we zijn zover. We hoeven dat niet meer over te dragen aan een volgende generatie. Ja. En dat is het grote verschil. Je moet het wel overdragen aan een komende generatie. Iedere keer opnieuw. En vandaar dat het ook belangrijk is dat homoseksuelen en lesbiennes voorbeelden hebben buiten hun eigen familie. Ja. Daar kunnen ze weerbaar van worden. Ja. Artiesten, allerlei mensen. In onze jeugd was geloof ik Albert Mol zo'n beetje de enige openlijk homoseksuele artiest. Ja. En tegenwoordig kan je kiezen. En ik weet nog wel, toen ik heel jong was en ik in de gaten kreeg dat Albert Mol homo was, toen dacht ik, maar zo ben ik toch niet. Later heb ik die man leren kennen, bleek een schat van een man te zijn. Maar het is voor jongeren nu veel leuker om te kijken
hoeveel verschillende homo's en lesbo's je op tv hebt. Ja. Waar ik nog benieuwd naar ben uit het filmpje. We zagen ook beelden van dat mensen van het station liepen naar de officiële opening van Roze Maandag. Dat is de Pride Walk, die is sinds een paar jaar ook toegevoegd. Eerst heette het Roze Karavaan, later kreeg het ook gewoon de naam van Pride Walk. Hoe belangrijk is het dat zo'n mars, want dat is het eigenlijk. Mensen denken als, het is een optocht, dat is gezellig. Maar Pride Walks, die komen natuurlijk oorspronkelijk van de protestmars uit Amerika. Ja, het is allemaal ontstaan bij Stonewall. Hè? Dat was een kroeg in New York waar de politie zo'n beetje elk weekend binnenviel om de travestieten die daar kwamen dwars te zitten. 1969. Heel goed, meneer. Oh, en daarom zei ik het niet meer van context scheppen voor de luisteraar. Nee, dat is helemaal goed. Of de kijker. Ja. Maar op een gegeven moment hadden die travestieten daar genoeg van. En die hadden zoiets, we doen niks verkeerd. Ja. Waarom moet die politie iedere keer zo moeilijk doen? En toen gebeurde er iets in New York waar we allemaal nog heel dankbaar voor kunnen zijn. De dames, de travestieten, gingen toen met een tasje dat weekend naar de kroeg toe. En in het tasje hadden ze allemaal een baksteen verstopt. En toen de politie binnenkwam, mepten ze met hun tasjes de politie naar buiten. Kijk, now we're talking. Zo. En toen hebben ze echt een paar dagen hebben ze opgesloten gezeten in de Stonewall Inn. En ze hadden wel contact met de media. En in die tijd waren die media al een stuk progressiever, zeker in New York, dan de gemiddelde New Yorker. En die gingen ook gesprekken uitzenden over de travestieten in de Stonewall Inn. En op een gegeven moment kwam er echt een protest vanuit de bevolking. Van jongens, zo moeten we niet met elkaar omgaan. En daar zijn toen die eerste Pride Walks ontstaan. Dus hoe belangrijk is het dat we er nu een Roze Maandag hebben, denk je? Ik vind het heel belangrijk. Ja. Je moet het feest combineren met de boodschap die nog steeds nodig is. En als je die combinatie hebt, die sandwichformule, dan doe je het op een manier waarbij je niemand stoort en waarbij je hopelijk iets meegeeft voor de toekomst. Ja, want dat wordt wel eens gezegd. Ik vind het een heel mooi puntje om. Wij gaan even naar eens kijken nog. Ja. Ik wil aandacht, ik hou van aandacht. Ik wil even kijken naar een instartje die wij hebben. Wij zijn namelijk de straat op gegaan om de Tilburgers te vragen wat Roze Maandag voor hun betekent. Een filmpje heet dat. Nee, een filmpje, het is mediatalen. Oké. Wat vindt u van Roze Maandag? Ik vind het wel belangrijk, vooral omdat je dan lekker s'avonds met je vrienden een soort van mini-festivalletje hebt. Maar ook voor de kinderen, ik vind het leuk, hele happening. Er komen heel veel mensen ook van buiten Tilburg hier naartoe. Ik vind dat mooi dat Tilburg dan zo op de kaart staat. Omdat het een evenement is waar je samenhorigheid hebt, een soort festival met alle vrienden samen. En waarin er iets moois wordt georganiseerd voor voor de homo's en voor de lesbiennes. En waar eigenlijk iedereen ook gebruik van kan en mag maken. Ik vind het prima. Gewoon voor de diversiteit. En ik denk dat het gewoon een hele leuke dag is voor iedereen om daar aanwezig te zijn. Prima. Ja, er moet een beetje nadruk opgelegd worden dat gewoon iedereen er mag zijn. En dat speciaal een dag voor gehouden moet worden. Dat is eigenlijk jammer. Weet je wat het is? Ik ken de Roze Maandag al 9 jaar. En het is eigenlijk de leukste dag van de kermis wel altijd. Iedereen is vrolijk, iedereen is gezellig. En het hoort er eigenlijk gewoon een beetje bij, toch? En ik heb er verder niks op tegen. En hoe zou het toch komen dat de intolerantie jegens seksueel anders geaarden hand over hand toeneemt? Weet ik niet. Nee, durf ik echt niet te zeggen. Ik heb het niet. Ik vind het ook belachelijk dat mensen het hebben. En ik vind dat iedereen mag zijn wie die wil zijn. Lekker hand in hand lopen wanneer ze willen. Dus geen idee, want ik kan me daar niet in verplaatsen. Nee. Ik heb echt geen idee. Ik heb echt geen idee. Mensen die misschien dan het ander niks gunnen of zo. Of een oordeel hebben over bepaalde dingen. Ik weet het niet. Ik vraag het me af, want ik ben zelf helemaal niet zo. Dus ik vind het bijzonder dat andere mensen zo wel zijn. Ik denk dat corona daar ook wel invloed op heeft gehad. En dat natuurlijk ook die allerlei bewegingen die er nou zijn met die dat LGBTQ, dat daar ook wel invloed heeft. Omdat mensen daar meer haat op hebben dan op homo's zelf. Ik weet niet. Het is veel ik allemaal. En iedereen zit in zijn eigen bubbel voortaan. En de sociale media doen er ook niet veel goed aan. Ja, ik denk dat mensen wat minder tolerant zijn de laatste jaren. En misschien ook verkeerde voorlichting. Ik weet het niet. Ik ben altijd trots geweest om in Nederland te wonen. Maar af en toe dan schaam je je dood. Ja. Ja.
ja. De mensen, gaar hè? Mensen, als je al deze mensen hoort, zeg je, ja, weet je, het is gewoon allemaal prima en fijn en iedereen mag er zijn. En of je nou roze bent of blauw, iedereen mag er zijn. En tegelijkertijd signaleren ze ook dat er meer agressiviteit is op dit moment en meer... Ook vervelend. Waar komt dat nou vandaan? Heb je daar een zichtbeeld van? Nee, ik kan me best wel vinden in de vooral dames die we aan het woord hebben gezien. Die zeiden, ik heb geen idee. Nee, ja. Ik kan het vanuit mijn bureau ook niet zo goed inschatten. Maar is dat wel zo? Want heel veel mensen zeggen, ik heb geen idee. Maar als je gaat kijken, zit het niet ook in cultuur? Dus, en in bijvoorbeeld geloof. Ik denk dat geloof een heel groot onderdeel daarvan is. Maar dat is ja. Zeker. Ja, dat zijn geweest als we die mensen waren tegengekomen op de kermis. Ja. Dan hadden ze er iets over kunnen vertellen. Maar die kwamen natuurlijk niet. Nee, want dat is lastig voor camera's zeggen natuurlijk. We hebben hier een paar maanden geleden hadden we hier een talkshow. En hadden wij Boze Mo uit Tilburg-Noord. Mm-hmm. En een jongen die vertelde, die een podcastserie heeft gemaakt over uit de kast komen. En ik vroeg aan Boze Mo... Mohamed, wat vind je ervan? Ik val wel mee. Nou, ik weet, ik kan het moment nog terughalen, omdat ik zat even met mijn mond vol tanden. Ik zei tegen Mohamed, hoe vind je dat nou? Dat hij zou zitten vertellen. En Mohamed zei, ieder zijn ding. Ik zei, ja, maar dat was de vraag niet. Wat vind je ervan? En hij wilde gewoon, en dat is dan vanuit zijn religie, vanuit zijn geloof. Ja. Hij wilde, het gesprek stokte. En ik heb het ook maar even zo gelaten, dat het even stil was. Ik denk, nou dan... Dus van die kant uit heb je natuurlijk... Nee, geloof heeft er wel degelijk mee te maken. Kijk, we hebben net al gezegd, je moet de weerbaarheid van je ouders meekrijgen. Nou, bij homo's ligt dat iets moeilijker dan bij andere minderheidsgroepen. Mm-hmm. Dat is één punt. Maar geloof heeft wel degelijk een invloed. En het idiote is dat wij durven dat niet te benoemen. En laten we nou heel eerlijk zijn. Als we in onze eigen geschiedenis teruggaan, toen we nog niet veel mensen hadden met een islamitisch geloof. Mm-hmm. Toen waren er ook christelijke mensen die heel erg anti-homo waren. En nog steeds. En nog steeds, maar het wordt steeds minder. En die groep hebben we toch heel snel zover gekregen dat de meesten er nu anders over denken. Ik weet nog in de begintijd van de Gaykrant, de EO was fel anti-homoseksueel. Ja. Ja. En ja. nu bij de EO worden de mooiste programma's gemaakt met een homoseksueel thema. Dus het kan veranderen. En dat kan met islamieten ook. Maar we moeten ze niet in een hoekje zetten. We moeten het niet verzwijgen. We moeten zeggen, kennelijk ligt daar een probleem. Laten we het benoemen. En hoe kunnen we je zover krijgen dat je er anders over gaat denken? En ik vertel tegen mensen met een islamitische achtergrond altijd, in de tijd dat wij in Nederland in de middeleeuwen nog grote problemen hadden met sodomieten, want zo heette het toen, was er al islamitische lectuur die prachtig was. De mooiste lofdichten op mannen over mannen en vrouwen over vrouwen. Dus zij hebben, als je in hun verleden gaat kijken, waren ze al verder dan wij. Dan moet het ook mogelijk zijn om in de toekomst naar een maatschappij toe te komen waar we met z'n allen iets verdraagbaarder zijn. Want onze tolerantie is ook hun tolerantie. En als we zorgen dat we tolerant zijn voor mensen met een ander gevoelsleven, dan ben je ook toleranter naar mensen met een ander geloof. Ja. Hebben jullie in je leven situaties gehad dat je bedreigd of dat er heel veel pijn gedaan werd, of dat je niet serieus genomen werd, of dat mensen afstand namen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Tenminste, niet dat ik weet. Nee. Maar ik reken mezelf ook wel gelukkig. Want ik ken ook al andere verhalen. Ik ken diegene niet goed, maar ik weet wel. Er is iemand jaren geleden, toen ik nog studeerde, die op roze maandag uiteindelijk in elkaar is geslagen. Ja. Dus helemaal op de dag waarvan je denkt, ik mag mezelf zijn en ik mag zijn met wie ik wil zijn. Ja. Dan waan je dus op je gemak en veilig en kan het nog steeds wel gebeuren. Ja. Maar zelf gelukkig niet. Nee. Nee. Kun je dat voor Henk is? Nee, ik zelf niet. Maar ik heb wel twee voorbeelden die ik even wil noemen. Als hoofdredacteur van de Gaykrant liepen we natuurlijk heel vaak tegen discriminatie aan. Dan belden mensen de Gaykrant en die zeiden, ik ben in mijn proeftijd ontslagen, want ik ben homoseksueel, schandelijk. Ja. En daar trapte ik dan soms in en dan belde ik de werkgever. En dan zei ik van, meneer Jansen, klopt het dat u Piet in dienst heeft genomen? Ja, die hebben we een tijdje in dienst gehad. En die heeft u ontslagen. Nou, zei ik, ben blij dat je belt. Want mijn vriend en ik, wij zijn al jaren lid van de Gaykrant.
Ja. En wat leuk dat ik u nou een keer aan de lijn krijg. Maar Piet, die bij ons werkt, ja, die deugde voor geen meter. Ja. En die hebben we eruit moeten gooien. Niet omdat hij homo was, want dat zijn we zelf ook. Ja. Omdat hij gewoon niet deugde. Niet deed. Dat is het ene. Hè? Ja. En het andere is, ik heb altijd gedacht van mezelf dat ik nooit zou discrimineren. En dat ik geen vooroordelen zou hebben. Vroeger reisde ik heel vaak van Den Haag naar Best toe. En dan moest ik overstappen in Den Bosch. En ik denk dat heel veel mensen hier het station in Den Bosch wel kennen. Mm-hmm. Met die loopbrug daarboven als je op het perron staat. En als je dan 's avonds na middernacht, zo 11:45, moet overstappen van de sneltrein op de stoptrein naar Best toe. Dan sta je daar toch een beetje eenzaam in het duister op dat station in Den Bosch. En op een gegeven moment stond ik daar en toen kwamen er boven, ik denk zo'n 14 jonge mensen met een Marokkaanse achtergrond, dacht ik, die mij zagen daar beneden op het perron. En ineens hoorde ik daar die jongens roepen, hey Henkie! En die kwamen met z'n allen de trap afstormen. Ik denk, oh jongens, in mijn eentje, 14 jongens, daar kan ik niet tegenop, wat moet ik doen? Ja. En toen kwamen ze van die trap af naar beneden, ze kwamen naast me staan en één legde de arm op mijn schouders en zei, goed werk wat jij doet, jochie. En dan denk ik, zie je nou, ook ik heb vooroordelen. Iedereen, denk ik. Iedereen. Wat is jouw ideale kermismuziek dan? Ja, het is leuk dat je erover begint. Want in die eerste jaren moest je natuurlijk zorgen dat er iedere keer opnieuw media-aandacht kwam. En daar zorgden we voor door een opening te bedenken met een bekende artiest. En we hebben echt alle bekende artiesten uit Nederland naar Tilburg kunnen lokken. Daar hadden we geen budget voor, hè? Want het moest allemaal betaald worden door de Gaykrant. En wat deden we dan? We nodigden artiesten uit en we zeiden, als je nou komt en je doet de opening en je zingt een paar nummers, hartstikke leuk, dan krijg je een interview van 3 pagina's in de Gaykrant. Nou, dat vonden de meeste artiesten de moeite waard. Dat wel moeite en op die manier konden we heel voordelig Anneke Greunlo, Mary Servaas, Ronnie Tober. Ronnie Tober, de onvermijdelijke Ronnie Tober. Ja, die natuurlijk het nummer Na de Kermis ook gezongen heeft met de Tilburgse zanger Robert Golomjewski. Wie kent hem niet? Dus we hadden ieder jaar echt een hele grootse opening die dan 's avonds werd uitgezonden in het journaal. En dan merkte je toch dat er heel veel mensen zoiets hadden van, oh ja, het is weer roze maandag en we kunnen nu nog net naar Tilburg toe. Ja, het is leuk om muziek en kermis met elkaar te verbinden. En ik vind het ook leuk, als ik over de kermis loop, dan kan het eigenlijk niet anders. Of je hoort na de kermis toch nog een keer, want er zijn altijd kermisexploitanten die het oude cd'tje nog hebben. Ja. Heb je dan ook een favoriet? En dan eentje voor roze maandag als je over de kermis loopt en eentje algemeen kermis? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde nummer. Toen ik de roze maandag er nog niet was, toen had je natuurlijk de versie van Ronnie Tober, maar dan met Bonnie. En daarna werd het... Nee, wie was het? Ik denk voor mijn tijd, mama. Weet je wel wie Bonnie is, of niet? Ja, en daarna natuurlijk de versie met ons Tilburgse zanger. Siska Peters. Siska! Siska! Jij dat niet meer weet, man. Je begint oud te worden, Henk. Het is echt... Dankjewel. Maar ik ben blij dat jij erbij zit. Jij kan me af en toe een beetje opfrissen. Maar Loet, heb jij kermisliedje? Bij mij is Flying High van Captain Hollywood Project. Dat is wel echt kermis. En als je het roze maandag, dan kom ik toch uit bij ons Anita. Anita. Why tell me why? Ja. Maar ik heb niet zoveel met muziek, met kermis. Wat ik vind, ik ben zaterdagavond zijn we even gelopen. Ik vind de combinatie van geluiden. Dat is kermis. Muziek maakt de combinatie van geluiden, geur, blije gezichten. Ik ben in het spookhuis geweest met mijn geliefde en moest wel enorm lachen, want vroeger toen ik in het spook had, dan schrok ik echt nog. En nu zat ik echt een beetje van... Maar het is ik verbind het niet zo met muziek. Ik verbind het met het aantal van die traditionele dingen. En de cacofonie van geluid. De spreekstalmeesters. We hebben afgelopen zaterdag de man van de kamelenrace hier gehad. En we begonnen met, doe eens even alsof je met die kraam staat. Mm-hmm. Ja, dat vind ik kicken. Dat vind ik echt heel mooi. Hey, en als we nou over de kermis hebben, wat is jouw favoriete attractie? Oh, ik hou niet zo van attracties. Oh. Ja, nou, sorry. Is een beetje... Komt goed uit op een keer. Als je... jij bent... Hoogtes en zo is niet helemaal mijn ding. Nee, mij ook niet. Misschien toch die rups dan, want ik hoor dat ding dan dicht kan. En dan kun je zoenen. Ja, precies. Ja, of niet. Ja, ja.
Oké, dus jij gaat dan naar de RUP straks, misschien. Ja, of zo'n... Ik denk, het laatste ding dat ik ooit denk op een kermis heb gedaan, wel in Tilburg natuurlijk, dat is dan zo'n waterglijbaan of zo. Oh ja. Dat ja. vind ik dan leuk. Maar dat zou je nu niet meer doen? Niet zo snel. Ik ga dan denk ik liever bier drinken of ja. zo. En die gokdingen met kranen en zo, dat je van die teddyberen mee naar huis neemt? En... Nee, maar ik bedenk me nu wel, weet je wat de Crazy Mouse is? Nee. Nou, die heeft ooit heel erg tegen de kattenrugflat gestaan. Ja? Dus dan leek het net, dat is zo'n achtbaantje. En dat lijkt alsof je er steeds afvalt, want hij draait vrij laat. Dus dan leek het altijd alsof je bij die mensen op het balkon of zo binnenkwam. Dat is als je dus wat bier hebt gedronken en je gaat dan in de Crazy Mouse die pal tegen de kattenrugflat staat. Dat is best een leuke ervaring. De combinatie Crazy Mouse en kattenrug ook wel weer goed bedacht. Ik denk dat daar iemand heel erg hard heeft zitten gniffelen toen hij het aan het intekenen was op de kermistafel. Henke, wat is jouw favoriete attractie? Ja, mijn ouders hadden hun balkon dus tegenover het terrein van de nostalgische kermis. Ja. En dat zijn toch eigenlijk wel... Ik bedoel, die molen die daar staat. Het is wel heel echt mooi echt zoiets moois. Maar daar kun je nu niet meer in, hè? Daar gaat mag niet meer. Echt die ouderwetse attracties, die waren ook gewoon beeldschoon om naar te kijken. Ja. Wat ik vroeger ook leuk vond, dat waren bijvoorbeeld die motorrijders die door zo'n ton reden. En die dan buiten... al een soort van proefvoorstelling gaven. Dat is echt kermis. De vrouw met de baard en dat soort gekke geven. De vrouw met de baard en de drie borsten. Ze heeft niet één, ze heeft niet twee, ze heeft drie borsten. Dan ging je naar binnen en dan was allemaal nep. Flauwekul. Maar als je dan naar buiten kwam, dan vroeg allemaal en. Zei ja, dat moet je zien. Heel bijzonder. Vrouwen met haar, op weet ik veel wat ze allemaal hadden. En daar hadden we het vorige week ook nog over. Ook toen... ik weet niet of je dat woord mag gebruiken, lilliputters. Mag je dat gebruiken? Waarom niet? We weten wat je bedoelt. Sommige woorden zijn... Nee, mag niet meer, hè? Nee. Mag het niet meer? Hoe heet het lilliputters is een soort van scheldwoord, gewoon kleine mensen. Kleine mensen. Maar die waren dan een attractie. Dus dan betaalde je om twee van die kleine mensen. Want dat kan ik me in het dorp waar ik woon nog wel herinneren. Moet je je voorstellen. Dat kan nu niet. Kan niet. Nee. Hey, en waar ga jij absoluut never, nooit, al krijg je €1000 niet in? Oei, ik heb de afgelopen jaren dus een beetje elke attractie wel een keer moeten meemaken. En ik vond het ook altijd heel erg leuk. En mijn ouders waren ook elk jaar heel nieuwsgierig wat zij vlak voor de deur kregen. Want het ene moment was natuurlijk, als je daar iedere 3 minuten weer gillende mensen vlak voor je balkon hebt, is het toch anders dan wanneer er iets muzikaals staat. Ja. Ja. Ik zou met Henk wel in een attractie gaan. Wel, hè, we gaan dadelijk even iets proberen. Volgend jaar dan hebben we een leuk filmpje van jullie dan in de attractie. Deal. Ik ben nog wel benieuwd. Oh, sorry. Mag ik iets vragen nog aan Henk? Natuurlijk. Henk, stel hè, in Tilburg... Mogen 3 minuten zijn, hoor. Stel we onthullen in Tilburg een soort Mount Rushmore met de Founding Fathers van Roze Maandag. Is het dan alleen jouw hoofd wat er uit een rots gehakt is? Of horen daar nog andere hoofden ook bij? Ik ben niet zo als het alleen mijn hoofd zou zijn. Daar ben ik erg op tegen. Gewoon helemaal een beeld. Ja, dat vind ik al helemaal afschuwelijk, ja. Maar iedereen die vanaf het begin meegewerkt heeft, die verdient een pluim. En wij hadden natuurlijk dat geluk dat we de Gaykrant hadden. Ja. En daardoor meteen konden zorgen dat het in heel Nederland bekend werd. Ik had het geluk dat mijn ouders zijn de meest liberale mensen die je kan voorstellen. Die hebben zich werkelijk rot gewerkt om ervoor te zorgen dat elk jaar opnieuw dozen met roze slingers klaar lagen. Die dan verhandeld werden aan de kermisexploitanten die hun attracties gingen versieren. Dat soort mensen die op de achtergrond probeerden een steentje bij te dragen, die verdienen de grootste pluim die maar denkbaar is. Heel mooi. Ja, doe eens even die muziek weg, Maud, want ik ben er niet meer. Het is klaar. Het is klaar. Ik wil Henk nog iets vragen. Nou, stel hem die vraag. Die kan die muziek wat langer. Nee, die kan niet langer, nee. Hé hey Henk, je bent een voorvechter geweest van homo-emancipatie. Het homohuwelijk, daar hebben we niet eens over gehad. Daar was je bij betrokken. Je weet dat het homohuwelijk niet bestaat, net zoals het vrouwenvoetbal. Nee, het huwelijk. Het huwelijk is opengesteld voor iedereen. Ik heb zo geoefend van deze uitzending dat ik niet al die dingen zeg die eigenlijk gewoon helemaal niet kloppen. Goed, okay. Maar je hebt er wel voor gezorgd dat ook heel normaal is als twee mannen van elkaar houden, met elkaar willen zijn en dan ook willen trouwen. En daarna ben je de politiek ingegaan. Ja. Wat was nou, waar ben je nou het meest trots op? Ah, natuurlijk op het feit dat wij in Nederland op 1 april 2001 het eerste land ter wereld waren waar dat huwelijk werd opengesteld. Ik vind het oprecht, het is ons mooiste immateriële exportproduct. Toen het opengesteld werd, herinner ik me nog heel goed dat er stonden
18 camera's vanuit de hele wereld om het te filmen. Ja. En op het laatste moment kwam de NOS en kwam de RTL. Die wouden helemaal niet komen, want die waren er al zo aan gewend dat ze zeiden... hier zit eigenlijk geen nieuws in. Die kwamen filmen dat het, nieuws dat het internationaal nieuws was. Ja. Maar niet dat ze het zelfs nieuws vonden. En dan denk ik, we zijn met z'n allen veel te trots, veel te weinig trots... weinig trots. Op het feit dat dat in Nederland, in Brabant notabene, is ontstaan. En ik vind echt... als ik waar dan ook ter wereld kom om daar lezingen over te geven... mensen zijn verbaasd dat het een Nederlands idee was. Daar zouden we echt weer opnieuw aandacht voor moeten hebben. En daar ben jij ook trots op. En mag want het is gewoon het mooiste. Ja. Ik ben daarna een tijdje depri geweest. Want ik dacht, nu heb ik iets in het leven bereikt waar ik nooit meer bovenuit kan. Nee. Maar dat hoeft ook niet. Nee. Hey, heel erg fijn dat je er was. Graag gedaan. We hebben teruggekeken in de geschiedenis. Hoe vond jij het, Mark, met Henk? Ik vond het heel leuk. Ja. Wat ik zeg, ik zit voor het eerst op deze plek na een paar andere plekken te hebben gehad. Ja. Ik had me geen betere eerste officiële echte uitzending kunnen wensen. Ja. Wij zijn allemaal trots op wat we gedaan hebben, toch? Zo is het. Hey, dankjewel. We gaan kermis vieren. Jullie gaan samen, weet ik veel, wat doen. We gaan die kwast proberen te doen. Jullie gaan voor de kwast. En ik weet niet wat ik doen. Ik moet nu even moet je het folderen. Hoe langer, dan krijg je hem langer ook. Hoe lang moet ik voorpraten nog? Dat was hem. Dit was Kermis. Yes.